Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat de binnenstad aantrekkelijker zal worden gemaakt. Een aantal ondernemers gaat samen met het departement werken aan dit project. De bewindsman geeft aan dat hij sinds zijn aantreden aandacht besteedt aan de infrastructuur. Vanaf het aantreden van mij als minister heb ik aandacht besteed aan verschillende facetten van infrastructuur landelijk, maar ook op een baangrond landelijk. En vanaf vorig jaar zullen mensen gemerkt hebben dat ik al heel vroeg ben gestart in de binnenstad. Het is al misschien vergeten, maar ik heb het onafhankelijkheidsplein laten planten met gras. Daarom zie je dat het nu weer helemaal groen is geworden. En er mogen geen activiteiten zijn. En we hebben wat dingen daar gedaan. Heggen weggehaald van plantjes, potten weggehaald. We hadden wat bomen ook gesnoeid. Wat wegmarkeringen al aangebracht. Dat is vorig jaar al begonnen. Maar wat nu gebeurt is dat ik het structureel verder wil optillen naar een ander niveau. Dat het er veel netter uitziet. Het ministerie van OW zal samen met de lokale bedrijven eraan werken om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Ook het wegtrekken van ondernemingen uit de stad moet voorkomen worden. Het is Noor Mohammed opgevallen dat de binnenstad de afgelopen jaren zwaar verwaarloosd is. Dat is mij ook opgevallen toen ik liep dat heel wat winkels dicht zijn. Om wat voor redenen ook. En dat is vervelend, want het is een prime area. Voor iedereen, alle Surinamers, ook toeristen, et cetera. Dus sowieso, dat is één van de redenen. Maar een tweede reden is dat de afgelopen jaren we hebben gezien dat de binnenstad ernstig verwaarloosd is geworden. En vooral de problematiek van de zwervers die heel veel vuil en rommel verder maken. Dat is ook heeft ook ernstige vormen genomen. En er was er ook een periode waarbij je zag dat heel veel onkruid en zand er was. Dat had te maken met het feit dat een OW een beetje in een transformatiefase was, wat onderhoudswerkzaamheden betreft. En nu komt dat ding van de winkeliers erbij, de bedrijven die daar zijn, die inderdaad de binnenstad weer een kans willen geven. En ik denk dat is terecht. Dus er zijn zo'n aantal redenen. De bewindsman zegt dat er een onderzoek gaande is over het groenhouden van de binnenstad. Dit zal worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan van het ministerie. Zijn streven is om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat de gemeenschap met plezier er naartoe gaat.